Kinderen zijn de meest kwetsbare groep in onze samenleving. Dit zei PL-parlementariër Hever Kaarto afgelopen vrijdag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende regels in zaken instelling van een kinderombudspersoon, wet kinderombudspersoon. Voorzitter, deze wet markeert een essentieel keerpunt in de erkenning van de verantwoordelijkheid die wij als samenleving dragen voor de bescherming van onze kinderen. De meest kwetsbare groep in onze samenleving, voorzitter. Voorzitter, ik sta dan ook volmondig achter deze wet, want het biedt onze kinderen eindelijk een onafhankelijke instantie waar zij terecht kunnen om hun rechten te beschermen en waar hun klachten serieus genomen zullen worden. Het is een erkenning van de realiteit dat er een grote behoefte bestaat aan een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat toezicht houdt op de naleving van kinderrechten en dat als brug fungeert tussen kinderen en de overheid. Voorzitter, de kinderombudspersoon zal optreden als een onafhankelijk instituut. Dit is van cruciaal belang, voorzitter. Het is niet voldoende om alleen te zeggen dat we kinderrechten respecteren, maar als parlement, voorzitter, moeten we effectief toezien op de naleving van deze rechten. De wet biedt een mechanisme voor het behandelen van klachten, het bevorderen van gerechtigheid en het versterken van de rechtspositie van kinderen. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting, voorzitter, maar een morele verantwoordelijkheid. Want kinderen zijn de meest kwetsbaren in onze samenleving en ze verdienen deze bescherming. Een belangrijke suggestie die ik wil meegeven, voorzitter, is dat de werking van de kinderombudspersoon vanaf het begin goed bekend gemaakt moet worden. Niet alleen onder volwassenen, maar vooral onder de kinderen zelf, voorzitter. De communicatie en de voorlichting moet duidelijk en optimaal zijn, zodat kinderen begrijpen dat zij rechten hebben en dat zij een plek hebben waar zij terecht kunnen als deze rechten worden geschonden. De bekendheid van de kinderombudspersoon moet breed worden gepromoot, voorzitter. Onder andere via educatieve programma, in scholen en via andere communicatiemiddelen die gericht zijn op de kinderen. Daarnaast, voorzitter, wil ik de noodzaak benadrukken dat er voldoende middelen en personeel beschikbaar moeten zijn voor de kinderombudspersoon, zodat deze effectief en efficiënt kan fungeren. Voorzitter, dit mag geen symbolische wet zijn, maar moet een krachtig middel worden of een krachtig middel voor verandering en gerechtigheid worden. De kinderombudspersoon moet voor de juiste middelen beschikken om een impact te maken en daadwerkelijk in staat zijn om de rechten van de kinderen te beschermen. Voorzitter, de instelling van de kinderombudspersoon is ook een directe invulling van onze internationale verplichtingen, zoals vastgelegd in de VN-verdrag inzake de rechten van het kind. Door deze wet te steunen, voorzitter, tonen we niet alleen onze betrokkenheid bij het welzijn van onze kinderen, maar ook onze betrokkenheid om te werken aan een rechtvaardiger en transparanter Suriname. Het is een bevestiging van onze waarden en normen als natie die de rechten van haar burgers, in het bijzonder van haar kinderen, serieus neemt. Voorzitter, het is aan ons om ervoor te zorgen dat de kinderombudspersoon daadwerkelijk zijn rol kan vervullen als onafhankelijk en krachtig instituut. En deze wet, voorzitter, is een wet, een belangrijke stap naar de implementatie. Maar de implementatie van deze wet, voorzitter, moet zorgvuldig gebeuren. Met de nodige aandacht voor middelen, kennis en toegankelijkheid. Het moet toegankelijk zijn voor ieder, elk persoon, elk kind. De communicatie moet duidelijk zijn naar de samenleving. Laten wij deze wet ook met overtuigend ondersteunen. Niet alleen voor de kinderen van vandaag, maar voor de toekomst van ons land.